eigenlijk op het belevingsniveau, waar dit nou weer vandaan komt, is het eigenlijk gewoon een geheel verzorgde reis, een excursie, weet je wel. Dus je bent gewoon ingestapt, dat noemen we dan geboorte. En dan dat leven brengt je bij die en dan bij die. En zo'n situatie, zo'n baantje, zo'n partner, zo'n whatever. En dan weer iets anders en dan vallen er een paar om en die gaan uit beeld en dan komen weer anderen. En nou, zo gaat dat gewoon door. En de meeste mensen zitten op die excursie de hele tijd. Nee, ik wil daar niet heen. Nee, niet het museum. Maar ja, er is weinig aan te doen, want het gaat gewoon zo. Je kunt ook gewoon in dat karretje gaan hangen, een beetje zo van, nou, gewoon kijken wat er nou weer gebeurt, weet je wel. Wow! Kom je iemand tegen en er gebeurt van alles. Nou, dan moet je wel beseffen dat het karretje veilig is natuurlijk. Ja, al is het onveilig. Je kunt er niks aan doen. Dus ook die gevaarlijke zo langs de afgrond en zo dingen, dat hoort bij die excursie. Maar dat is toch niet het karretje? Dat is de beleving. Boem! Hoort er ook bij. Iedereen lacht op alle jij. Everybody's in on it. It's all inclusive. Ziek worden, weer beter worden. Dood, verderf, vreugde. Rijkdom, armoede. Succes, mislukking. Ganzenborden, weet je wel. Nee, zit je in de gevangenis. I didn't do anything. We stellen jou hier verantwoordelijk voor de fuck of it. Oeh, vrijkaartje. Hoppakee. Dus je kunt je mopperend en schreeuwend door die excursie laten leiden. Of gewoon kijken wat er nou weer gebeurt. Wat maakt het uit? You only have some time to kill. It's a holiday, you know? Dat is het mooie ervan. Ja. Onbekende. Ja, iedere keer weer. En dan mag het dus ook niet mooi zijn. Ja, dat hoort erbij. Dingen zijn pas interessant door de contrastwerking. Ja, dat is voor de hand liggend voor. Wie gaat er een roman lezen of een film kijken waarin alles goed gaat? Somebody's gotta die. Het moet toch uitdaging, frictie zijn, weet je wel. De stuff happens en iedere keer stel je iets voor en dan is het weer anders en zo. En op een gegeven moment krijg je daar gewoon lol in. In plaats van de hele tijd teleurgesteld en beledigd te zijn dat het universum niet doet wat jouw plan was. Dus ineens bedenk je iets, dat heb je ook niet zelf bedacht, kom gewoon maar op. Let dan maar eens op, ineens wil je iets. Nou, dan ga je dan voor inzetten en dan heeft dat allerlei uitkomsten waar jij niet over gaat. Uiteraard. En die zijn altijd anders en strikt genomen rijker. Valt mij altijd op dan wat mijn breintje kan bedenken, want het is altijd tamelijk plat. Ik vind het wel geestig. Vooral hoe dieper je doorhebt dat het in essentie allemaal leeg is. Het maakt niet uit of iets lukt of niet. Daar wordt het zijn niet meer of minder van, weet je wel. Dus dan zet je je ergens voor in. En je ziet dat er van, nou, dit wordt helemaal niks. Nou, maakt toch niet uit. Ik heb er toch 10 uur lang voor gemaakt. Had ik iets beters te doen dan? Dat is only time to kill. Hoe trigger je nou in je systeem dat je dat loslaat? Dat je onder ogen ziet dat je heel vaak in die comfortzone wordt gehouden. Want wat jij zegt, ja, dat af en toe ben blij dat ik kan ervaren, de spontaniteit van dingen die gewoon gebeuren, gewoon. Daar heb je niks mee te maken, die gebeuren gewoon. Maar dan val je weer terug. Hoe helderder je krijgt dat je eigenlijk gewoon een saaie zak bent, hoe groter de motivatie om eens wat te doen.
Ja, aangezien jij ik ben, ik ben ook gewoon maar een saaie zak. Dat is er ook, hè? Dus er zijn momenten, eb en vloed. Van oké, gewoon ontspanning en even, ik wil geen gedoe in mijn kop. En vervolgens gaat er door die body-mind iets heen, waardoor van alles en nog wat gebeurt. Dan zit je dan weer van, oké. Ja. Maar het maakt niet uit. Dus hoe minder het je uitmaakt wat de gevolgen zijn van iets, hoe spontaner het wordt. Ook als totaliteit, zal ik maar zeggen, wil, die wil niks, maar taal. Ja. Dat jij vandaag een saaie zak bent. En gewoon alleen maar een beetje zo met je krantje. Of, jouw boek bijvoorbeeld. Nou ja, oké. Okay. Perfecte afleiding. Wie leest hoeft niet te leven. Wat zei je nou? Wie leest hoeft niet te leven? Leven en lezen, dat scheelt maar één letter, oh, hè? Maar okay, het is hetzelfde. Het zo. Gaatje. Ja. Nou, op. Nou. Dus ook daar weer voor helderheid. Hoe helderder het is dat ik iets zit af te houden, als het ware, op dat level, dan kan het gebeuren dat die helderheid ervoor zorgt dat ik mijn handjes eraf haal. En ineens iets roep, of dansend op tafel sta, of... toch naar de buurvrouw. Kijken wat er gebeurt. Begrijp ik jou nog goed dat je zegt, je moet het onder ogen zien, het doorhebben, ja. En dat is voldoende. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Als iets werkelijk helder is, heeft het de neiging om uit elkaar te vallen. Ja. Een onwaarheid. En, ja. Oh. Ja. Okay. Dank je. Maar als ik het nog een beetje schimmig hou, zo van ja, ik weet eigenlijk wel dat ik de boel aan het afhouden ben, maar... kijk gewoon even de andere kant op. Dat is niet slecht, want er is niks slecht. Maar als echt waar het licht bam opvalt, dondert gewoon uit elkaar. Dat kan niet anders. Als het niet uit elkaar valt, dan weten we één ding zeker. Dan is het nog niet helemaal helder. De oplosser, zeg jij, is het licht van bewustzijn. Yes. Okay. Dus niet wat Hansje doet ergens aan, maar de helderheid die er doorheen komt, die vernietigt het. Het hele ego-domein... om het maar even dat er weer bij te slijpen, bestaat alleen in de schemering. Niet waar het volle licht is en niet waar het volop duister is. Alleen in die tussen, twilight zone, daar bestaat het ego. En daar bewegen we ons vaak in een soort, er is nog voldoende energie zodat je niet dood bent, maar er is te weinig om te zeggen dat je echt leeft. Weet je, een beetje zo, ja, slumbering. Een beetje slaapwandelen noem ik dat. Het beweegt wel en praat wel. Like een zombie. Kan het zijn dat je helder hebt wat persoontje aan het doen is, zeg maar dat je dan toch gewoon maar door laat gaan wat je doet? Ja, dat komt voor. Ja. Dat is heel wonderbaarlijk. Ja. Vooral uit wat ik net zei. Dan zie je iets plaatsvinden op dat body-mind level en... het is ook meteen duidelijk, het is volslagen bullshit wat hier gebeurt. Ja. En toch gaat het door. Ja, dan zal het die excursie wel zijn. Want, is ook oké. Ja. Zo sta je een beetje met verwondering naar een partij bullshit te kijken. Ja, het zijn dan een van tweeën. Ofwel, het is niet helder genoeg dat het uit elkaar valt. Of het is, zal ik maar zeggen, gewoon ingepland dat dit... wat je dan nog uit elkaar kan zien vallen, is de mogelijke irritatie daarover. Of de verbazing. Nee, ik heb er 2 dagen over gedaan om een schriftje te krijgen voor zelfonderzoek. En ik wist gewoon, dit is uitstellen, maar ik had zoiets van, nou, laten we gaan eens kijken waar het uitkomt. Het was echt heel grappig. Mm-hmm. Ja, dat kan. Maar nu zal dat niet meer gebeuren. Niet dit. Nee. Je kunt ook praten gewoon over effectiviteit. Hè? Het systeem, hoe meer helderheid erin doordringt, wordt gewoon eigenlijk steeds effectiever. Nou, op een gegeven moment krijg je gewoon door, ook op is heel praktisch dit, dat dingen uitstellen eigenlijk heel ineffectief is. Ja. Want je blijft er gewoon mee bezig, dus het blijft eigenlijk energie lekken. Ja. Nou, ik moet eigenlijk... dus het is veel handiger om het meteen te doen. Ja.
het lijkt haast, alsof, het lijkt wel of het leven zo zegt, ja oké, nou hebben we voor jou iets hier, alsjeblieft een uitdaging. Je moet er nu doorheen en dan is het bijna het bevrijden om te denken, als je de helderheid ziet, dan is het in één keer weg. Ja, sure. Maar, meteen. Ja. Er komt iets op je bordje, act immediately. Hoe langer je de tijd neemt om er naar te kijken en over na te denken, hoe groter de twijfel wordt. Maar uiteindelijk, you gotta do it anyway. Bijna iedereen, als die eerlijk is bij zichzelf, weet in één seconde, hier moet ik op ingaan, hier moet ik niet op ingaan. Alle vage gedoe is een schemergedoe, van ja, die impuls krijg je dan. Ofwel van buitenaf wordt er tegen je gezegd, doe dit. Of van binnenuit, doe dit, ga de confrontatie aan. Woensdagavond is misschien beter. Mijn optiek is altijd heel simpel. Er wordt iets voor mijn neus gezet. Eet je bordje leeg. Nu. Ja, maar het is niet lekker. De aardappels liggen tegen de spinazie aan. Maakt niet uit. Als je het een week laat staan, gaat het nog rotten en schimmelen ook. But you gotta eat it. Maar soms lijkt het leven zo zijn dat je zoveel van die dingetjes hebt. Dat je, ja, dat je denkt van, nou, wat, ik moet steeds die dingetjes doen, waar zijn die andere dingetjes? Ja, exact. Dan heb je het weer, weet je wel. Dat je denkt dat je het beter weet dan de realiteit. Dit is wat je te doen hebt, dit is wat je te doen hebt, dit is wat je te doen hebt. Nu heb je even vrij. Dit is wat je te doen hebt. Kijk, hier heb je een huisje. Oh, te laat. Als je het simpel wil houden, hou je het gewoon bij wat er right here, right now voor je neus ligt. You know what you gotta do. But you fuck it up all the time. Dat mag gerust, want dat is zo fijn van het universum, zou ik maar zeggen. Je mag je hele leven verspillen met allerlei ideeën dat je beter weet. Ik moest gewoon erkennen, en dus in die zin is bevrijding gewoon capitulatie. Ik weet het niet beter, ik weet eigenlijk helemaal geen zak. Zelfs waarvan ik zeg dat ik dit of dat leuk vind, is aardig dubieus. Of wat ik denk dat ik wil. Hoe kom ik daaraan? Ja, omdat mijn vader zus was en mijn moeder zo. En ik ben daar en daar geboren, weet je wel. Er zit niks van mij bij. I don't know shit. Dus, zeg het maar. Ja, doe dit, oké. Doe dat, oké. Werk, iets doen, something. De planten roepen om water. Geef ze water. En het grote voordeel daarvan is dat je dan niet de godsganse tijd met jezelf bezig hoeft te zijn. Iedereen die is zo fucking geïnteresseerd in zichzelf. We weten helemaal niet wat het is, maar ik voel me niet goed. Who gives a fuck? Ja, er zijn ook nobele activiteiten en minder nobele activiteiten. Dat moet je wel, Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. Okay. Nee, ik dacht van, misschien mis ik iets. Ik ben pas 18, dus...